Hi Heide, wat een liefdesreading voor het teken van Leeuw. Lieve Leeuw, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan ascendant en je Venus teken. Laat los als het niet past. Niet iedereen loopt natuurlijk op dezelfde energie. Ik ben bezig met een actie. Wat mag je gaan doen? Abonneer, like, deel en onder in de comments wat je maar wilt. Iedereen bedankt natuurlijk voor de lieve berichtjes en de likes. Hè. Blijf dat ook echt doen. Kan dit lekker, maar die wil ik helemaal niet. Ik wil eerst deze. Ik ga eens kijken. Verleden, heden, toekomst. Mijn readings zijn tijdloos. Laat los als het niet past wat ik al zei. Kijk eventueel mijn andere readings. En we gaan eens kijken. Ja, attent to the details. Oké. Okay. Dus er is iets waar jij op mag gaan letten de komende periode. En embrace the flow of life. En wees ook bereid voor verandering. Oké, lieve leeuw. We gaan eens kijken wat ik nog meer mag ontvangen met de tarotkaart. Ik ga eerst eens vragen wat ik mag weten over de uitdaging. Wat is er een uitdaging? De liefde. Oké. Opnieuw verliefd worden, nieuw pad ingaan, zelfliefde. Oké. Misschien heb je iemand nog in je hart en is dat een uitdaging? Kijk even. Oké. Wat mag ik weten over het verleden? Heel veel. Oké, zielsonderzoek, de doodkaart en het team van pentakels. Wauw. Pak ze even allemaal. Of zal ik ze terug doen? Ja, dan twijfel ik weer. Er is een transformatie gaande. Het was voor jou belangrijk om bepaalde zielsonderzoek te doen. Dat is wat ik zie. En ik zie hier de team van pentakels. Dat is de mooiste kaart van het tarot. Oké. Misschien was het voor jou nodig. En zit jij in een transformatie of is er een eind? Maar... wat ik voel is dat je eigenlijk geluk mag gaan ervaren. Of dit nu op financieel vlak is of gewoon met mensen om je heen. Of een gezin, dat kan voor sommigen. Maar het kan ook heel goed zijn, gewoon emotionele vervulling in jezelf. Maar er is waarschijnlijk een pittige situatie. Want het kan zijn dat je je soms wat afgesloten voelt van de wereld. Of is het de bedoeling dat je dat doet? Ik ga eens verder vragen wat ik mag ontvangen. Wat wil je graag, lieve leeuw? Transformatie. Ik ga hem even terug doen. Wat wil je graag? Een nieuw pad. Een nieuwe cyclus starten eigenlijk. Het kan zijn dat jij... ja, gelukkig zijn. Oké. Dit is jullie kaart. Acht van bekers. Oké. Je bent ergens nog niet klaar mee. Je hebt nog veel passie voor iemand is wat ik zie. Dus je wil eigenlijk een nieuwe cyclus starten met iemand. Oké. Wat wil je nog meer? Je wil eigenlijk een stapje maken. Dit kan communicatie zijn, maar het kan ook groei zijn op financieel vlak. Maar ik voel je op weg naar de zon, hè? Je hebt nog veel passie. Maar... ja, misschien wil je dat iemand terugkomt. Misschien wil je zelf. Ja, op weg naar stabiliteit. Oké, dus je wil iets voor jezelf opbouwen. Je wil misschien keuzes gaan maken. Groeien op financieel vlak. Je gelukkig voelen, je verantwoordelijk voelen. Oké, verantwoordelijkheden nemen misschien. Ik ga eens verder vragen. Dus een transformatie heb je afgesloten gevoeld. Er kan een afstand zijn met iemand waarin jij het licht misschien eventjes op jezelf mag gaan schijnen. Dat is niet erg, maar daardoor kan je ook geluk ervaren. Maar het is tevens eigenlijk ook een uitdaging. Oké, wat mag ik ontvangen met de aas van bekers voor de lieve leeuw? Oh, de zeven van zwaarden. Dus op rustig vaarwater komen. Dus er is een situatie waarin het onrustig was. Het is voor jou belangrijk om je verstand of je een verhuizing door te maken. Zes van de staven. Wauw. Zes en de zes. Kijk dan. Het kan zijn dat je jezelf mag gaan laten zien. Je mag gaan presenteren. Het kan ook zijn dat iemand jou in de spotlight zet. Maar ik heb weer het gevoel dat je... meer je hart mag gaan openen, zodat het licht ook op je kan schijnen. Dit is een victory kaart, dat is een communicatiekaart. Dus het kan zijn dat je mag gaan communiceren of er komt iemand aan die gaat communiceren. Mag ik weten over de kluizenaar? Dus een afstand, je eenzaam voelen, maar dat is wel nodig. Wat mag ik weten over die kluizenaar? Ja, de 10 van staven, oeps. Ja, kijk dan. En de 10 van pentakels alweer. Je hebt veel verantwoordelijkheden gekend of iemand heeft veel verantwoordelijkheden. Het kan zijn dat er een romantisch gebaar was, maar dat iemand eigenlijk dit niet heeft aangenomen, is wat ik voel. Ik moet natuurlijk eerlijk zijn. Maar er is veel liefde. Maar
Iemand heeft gekozen om eigenlijk er een eind aan te breien, om het zo maar te zeggen. Ik zie hier die trap en ik zie hier iemand naar beneden gaan. Dus er was veel liefde. Kijk, ik zal het je even laten zien. Maar dan zie ik hier die kluizenaar en dan zie ik hier een dame die eigenlijk van die trap eigenlijk vandaan loopt. Dus wat ik al zei, er kan een stilstand zijn of een einde, maar is dit ook een einde? De 10 van staven is ook een kaart van loslaten, hè? En verantwoordelijkheden loslaten. Oké, wat mag ik weten over die doodkaart? Zo was die. De 4 van dekens. Iemand is niet tevreden over deze situatie. De toren, die zag ik net ook al. Ja, kijk dan hoeveel transformatie er gaande is bij jou. Er is iets chaotisch. Iets wat afgebroken wordt, maar iets wat ook weer eigenlijk voor het beste kan worden opgebouwd. Met de 10 van cups, kijk dan. Dus chaoticiteit heerst er. Ja, iemand is niet blij. Iemand is bang voor verlies of iemand is bang dat het verspeeld is. Je hebt zelf de sleutel in handen of jij dit nu bent of een persoon. Maar het kan zo dat jij bang voor verlies bent. Nou, wat mag ik daar nog meer van weten? Wat mag ik daarvan weten? Ja, dat voel. Oké, een nieuw avontuur, een nieuw pad staat. Dus wat je mag gaan doen, is mijn advies. Blijf positief en zet alles opnieuw. Er is een nieuw avontuur wat wacht, is wat ik zie, wat tot heel veel geluk kan leiden. Mits jij die sleutel omdraait en omhoog kijkt om te kijken wat er nog is. En niet blijft treuren over wat er niet is. Ja, de lovers, kijk dan. Een spirituele connectie is dit. Maar ook een keuze, een hart- of verstandkeuze maken. En de 2 van bekers, kijk dan. Ja, dit is een hele diepe connectie. Dus wat ik al voelde, iemand is hier nog niet klaar mee. Jullie zijn er beide niet klaar mee. Jullie willen samen eigenlijk een nieuw avontuur starten. Jullie willen samen eigenlijk samenkomen. De 8 van staven, communiceren, kijk dan. Helderheid creëren over het geluk. Zeker een 10. Dus verwacht binnenkort communicatie. Of jij gaat communiceren, maar jullie gaan eerlijk zijn over wat jullie visie is. Maar daarvoor is het wel belangrijk om omhoog te kijken. Dus ook al zit je nu op dit moment in een transformatie van alles lijkt verspild, alles is kwijt, alles is treurig. Dat is het eigenlijk niet, want de dood ligt hier en daarna heb je de 0. En de 0 zegt natuurlijk iets opnieuw beginnen, opnieuw de zaken bekijken. Dus er is een pad klaar, wat weer voor een keuze wordt gesteld. Een wens, of de 10 van Pentakels is niet echt een wens, maar het is wel iets wat stabiliteit kan creëren in deze connectie. Of keuzes maken, een hart- of verstandkeuze maken. Maar wat ik voel, is dat er na een lastige periode eigenlijk een soort van helderheid komt, communicatie. Ja, jullie willen dit beide hoor, is wat ik voel. Samen met de 2 van cups, hoe dan? En de empress ook nog. Wat mag ik nog weten over die... Zie je een nieuw start? Je wil een nieuwe start. Je bent ergens nog niet klaar mee. Er is veel passie en veel chemie met een persoon. Maar waarschijnlijk is er nu een stilstand en daar ben je niet blij mee. De 7 van cups. Dus van de 7 op de 8. Dus verwarring. Waar sta ik? Wat wil ik? Wat moet ik? Ik heb misschien verkeerde keuzes gemaakt. Oké. Ik zag ook nog de 9 van cups. Wat mag ik weten over die verwarring? Ja, de doodkaart zie. Is het voorbij? Is het niet voorbij? Je wil eigenlijk transformeren, is wat ik zie. En weer de 10 van cups. Hoe dan? Wat mag ik nog meer weten? Ja, een balans creëren. Oké, een balans in deze connectie. Nog meer. Je openen. Dus het kan zijn dat je jezelf weer mag gaan openen. 9-9 zag ik. En de ster, een wish fulfillment, heling in deze connectie. Groeien. Oké, dus je wil eigenlijk groeien. Je wil eigenlijk, ja, de zon, kijk dan. Jij bent de zon. Je wil heling in deze connectie. Je wil een balans, je wil groeien. Je wil een nieuw avontuur, wat hier eigenlijk ook al ligt. Een nieuwe kans, je wil iets aanbieden of iemand wil jou iets aanbieden. Ik heb het gevoel dat je weer wil groeien. Met een connectie die diep in je hart zit. Waar je nu nog over treurt. Maar ja, ik zie wel communicatie. En dat gaat je waarschijnlijk heel erg blij maken met de wens. Je hebt nog een wens, je hebt nog iemand in je hart. Oké, wat mag ik nog van dit deck ontvangen?
Bimala, ja, ook al zijn we op dit moment niet samen, spiritueel ben je altijd herenigd. Liefde en tijd kent eigenlijk geen. Er wordt eigenlijk niks gemist, dat zegt eigenlijk deze kaart. Dus de liefde die je voelt voor iemand is er nog steeds. Ja. En het verleden is nu achter je. Ja, laat het los. Nieuwe mogelijkheden staan voor je klaar. Het pad is nu klaar voor je. En volg het ook met vertrouwen. Oké. Dit is. Ik ga ook nog deze pakken voor jou. Wat mag ik nog meer ontvangen? Ja, er wordt meer van je gehouden dan je ooit zult beseffen. Denk eraan. Ik hou van je. Oké, zie. Dit is echt een sterke connectie hoor. En kijk in je eigen innerlijke wereld. En onderzoek hoe het komt dat jij je zo voelt. Ja, dus waarom voel je je zo? Is er iets geweest waar je spijt van hebt? En het antwoord is ja. Dus iemand zegt waarschijnlijk ook. Het pad is klaar. Het is open. Wat jij voelt, transformeer dat. Want waarschijnlijk voelt iemand hetzelfde als jou. Alleen wordt er niet gesproken. Of is er iets gebeurd waarbij er nog niet heel veel antwoorden waren. Ja. Niet forceren, laat de natuur zijn gang gaan en vertrouwen. Transformatie vindt plaats door acceptatie. En als liefde het antwoord is, waarom zou je dan nog vragen stellen? Ja. En daar zit je waarschijnlijk soms ook in. Is het over? Is het niet voorbij? Is het wel voorbij? Ik heb opties of er is iets. In ieder geval, lieve Leo, er is iets waarin jij en een persoon heel veel liefde hebben. Ga daar maar van uit. Dit is wat ik voor je heb. Wil je meedoen met de actie? Abonneer, like, deel. Ik wens je al het goeds. En ja, blijf vertrouwen hebben. Hè? En ja, tot snel. Doeg!